Een pneumatische slagsleutel is een stuk gereedschap op perslucht om bouten en moeren los of vast te draaien. Via een luchtslang verbind je hem met een compressor. De kop draait snel rond om de moer vast te draaien. Vervolgens schakelt hij over op de hamerstand om de moer nog vaster te draaien. Waarschijnlijk heb je zo'n pneumatische sleutel wel eens bij je garagebedrijf gezien. Het is het standaardgereedschap om wielen te monteren. Er wordt perslucht door de motor geblazen, waardoor binnenin een rotor gaat draaien. Zo gaat de kop draaien die op zijn beurt de moer vastdraait. In de fabriek wordt de rotor op een draaibank gemaakt. Het kost de computergestuurde machine ongeveer 1,5 minuut om de basisvorm uit het staal te frezen. De volgende machine snijdt uitsparingen uit aan de ene kant van de rotor om een getande rand te maken. Vervolgens maakt een computergestuurde frees 8 sleuven. Bij het frezen van staal komt veel warmte vrij. Daarom wordt er veel koelvloeistof gebruikt om te voorkomen dat de machines oververhit raken. Daarna worden de rotors 10 uur getemperd in de oven bij 950 graden Celsius. Dit proces maakt het staal harder en sterker. Maar om het nog sterker te maken, wordt er koolstof ingepompt door middel van een propaanbrander. Het koolstof dringt 7 mm diep in de stalen rotors door. Nadat de rotor is afgekoeld, maakt een computergestuurde slijpmachine hem exact op maat volgens de specificaties. Daarna maakt de machine met nylonborstels het hele oppervlak van de rotor mooi glad. En dat is het einde van de metamorfose van een stalen staaf in een rotor. Ondertussen heeft de magnesiumbehuizing van het gereedschap een fris kleurtje gekregen. De behuizing bestaat uit 2 delen, een hoofdgedeelte en een deksel voor de achterkant. Beide onderdelen gaan de oven in, waar de lak een half uurtje uithardt bij 200 graden Celsius. De montage begint met een trekker in het handvat van de behuizing. Vervolgens wordt een zogenaamd kantelventiel geplaatst. Als je de trekker indrukt, kantelt de klep, waardoor de perslucht de motor in kan. Deze veer drukt het kantelventiel automatisch dicht op het moment dat je de trekker loslaat. En daarna volgt het koppelstuk voor de luchtslang van de compressor. Vervolgens wordt de omkeerklep geplaatst. Die wordt boven de trekker in de behuizing geschoven. Als je de trekker indrukt, draait de kop met de klok mee om moeren vast te draaien. Maar als je de omkeerklep activeert, stroomt de perslucht via een andere kamer door de machine, waardoor de kop tegen de klok indraait, zodat je moeren los kunt draaien. Ze lijmen een stuk rubber bovenop de behuizing voor extra grip. Een laser graveert informatie van de fabrikant op het deksel aan de achterkant. De assemblage van de motor begint bij het deksel. Eerst plaatsen ze een lager waar de rotor straks in kan draaien. Dan volgt een plaat om de ene kant van de rotor af te sluiten en een pin om de positie van de afdekplaat aan de andere kant te fixeren. En tenslotte de rotor zelf. In elk van de sleuven in de rotor komt een rotorblad van weefsel dat met hars is doordrenkt. De bladen werken als de wieken van een molen. De lucht brengt ze in beweging en daardoor gaat de rotor draaien. Er komt een stalen cilinder om de rotor heen en dan wordt de andere afdekplaat geplaatst. Daarna volgt nog een grotere plaat met kogellagers. Met olie wordt het zogenaamde slagmechanisme gesmeerd. Dit onderdeel bevat zowel de kop van het gereedschap als de onderdelen die voor de klopbeweging zorgen. Ten slotte drukt een pers het deksel op het hoofdgedeelte van de behuizing. Elke luchtsleutel die in deze fabriek wordt gemaakt, wordt uitvoerig getest. Zowel in de vrije stand, waarbij de sleutel draait zoals een normale boor, als in de klopstand. Dus als je ooit met een moer vastgebouwd worstelt, is dit de sleutel om hem los te krijgen.